OWTNC geeft update over baggeren Suriname rivier. De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiré Delano Bouterse, heeft in zijn jaarrede de noodzaak en aanpak van het uitbaggeren van de Suriname rivier aangegeven. De afgelopen 10 jaar zijn de baggerwerkzaamheden uitgebleven, waardoor de vaargeul is gaan dichtslibben. Dit maakt het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker dan ooit. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft in april 2018 de draad opgepakt door allereerst een stakeholdersoverleg te beleggen om de huidige situatie en de impact hiervan te bepalen. In de afgelopen 8 maanden heeft het technisch team onder leiding van minister Patrick Pengel meerdere malen nauw overleg gehad met de Maritieme Autoriteit Suriname, het NIMOS, de adviseur Milieuaangelegenheden van het kabinet van de president, W. Lakin, en de president van de Republiek Suriname. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.